Ik dacht dat ik had de naam had veranderd, maar ik ken hem dus niet. Oh ja, hij is al veranderd. Alleen de game heeft niet veranderd. Fucking motherfucker. Ja, die stuurde je al aan jou. Je moet de video afkijken. Oh, hij is wel veranderd, zegt hij. Hij is ook veranderd. Goed, we gaan even een klein stukje Survival Instinct spelen. Waarom? Omdat het kan. Maar niet te lang, want het wordt al donker. En ik hou niet van, van enge games in het donker spelen. Oei, waarom niet? Omdat ik een beetje gay ben. Oh, dat is precies de titel van het filmpje. Nee, dat is niet. De song die ik heb gegeven. Eerst nog even een beetje The Simpsons Tapped Out spelen. Waar ik eigenlijk mijn allerbeste maatje Stijn Spring voor hem al op had verwacht. Oh ja, ik moet dat ook nog steeds weer downloaden. Waarom zou ik dat moeten downloaden? Omdat mijn game aan het crashen is. Wat is dit? Nee, niet lief, hè? Nee. Oké, dat was vreemd. Mijn game crashte van dat spel. Ik probeer het daar nog wel even een keer. En wat? Wauw. Damn graphics. Oké. Nieuw game! Maak hier ook een livestream serie van. Ik ga het nu livestreamen. Je mag ook een serie dat je alleen maar gaat livestreamen en... Duurt lang. Send more survivors out to lower to the below. Some people can't see the movie. Je weet dat het een FPS is. Je weet dat... Ja? Ja. Oké, mensen in de comments toen zeiden van ja, it's an FPS, now it's already better. Weet je, toen dacht ik een beetje dat de community aan het uitsterven is. Oké, even kijken hoor. We moeten eerst eens even wat subtitels aanzetten. Hé, wat schaap? Zo. En ik moet eerst eens even wat checken. Clone mode? Wat is dat dan? Waar heb je het over? Ja, dat zag ik in je settings staan. Oh, geen flauw idee. Ik speel lekker op mijn tablet, dus... Verhoog settings, kabouter. Wat? Daar is een lijst. Dus de Maleisische gozer die jas maakt. Ja, ik ga League of Legends spelen. Wat? League of Legends is gay. Oh. Dat zei ik toen dus ook. Wat? League of Legends is niet gay. Het is gewoon minder heteroseksueel dan normaal, jongens. Ah, fuck jullie. Ik hou niet van het woord gay. Dat vind ik zo gay. Ah, ik snap je, man. Ik vind jullie ook zo gay. Oké, we gaan lekker nu beginnen. Ik vind het jammer dat ik hem niet in HD kan spelen, want dan kan ik hem niet streamen. Oké, de besturing is al lekker. Oké, dat is dat. En wat is schieten? Waarom ben ik geen mod? Ik ben een thumbnail slaaf, hoor. Ben je geen mod? Nee, ik ben geen mod. Wat? Waarom kan... Oh, wacht even. Wat is rennen dan? Dat is wapen wisselen. Dat is... Melee aanvallen. Wat? Oké, pak even... Oké, hoe de fuck ren je? Nog niet. Nou, op dat stuk kan je nog niet rennen. Oh, hoe weet jij dit, vriend? Ik heb de eerste 10 minuten gameplay gezien. Wat is dit? Dat dingetje gevoelig, joh. Kan die sensitivity ook omlaag misschien? Ja, op een gegeven moment moet je gaan bukken. Kijk, sensitivity hier. Even 2 tikjes lager, hoor. Kijk, dat is beter. Ja, continue. Lekker boeiend. Search the creek. Assassin's Creed. Creek. Het is een creek ding. Wat? Wat, waar heb je het over? Ben je een beetje stoned? Ben je een beetje hoog misschien? Nee, Call of Duty 2 Survival Instincts. Ik zou het spelen. Ik zou hem doen. Eel, dat is hoe kan je rennen dan? Ik kan niet eens rennen in deze game, denk ik. Dan zag ik knoppen meer over om te rennen. Press A to sneak. Oh. Ja. Kom maar, schreeuw veel lawaai. Ik maak. Ik own deze game en dan ga ik weer naar huis. Hey. Moet sneaken. Nee, serieus. Je moet gewoon sneaken. Oh, je moet die knop inhouden. Als je de game.
Serieus, ik denk dat dit niet mijn favoriete game gaat worden. Oh, zo, de bestuur ging een beetje als Battlefield 3 dus. Oh, oh, er zijn walkers! Oh nee, ik dacht, wat is dit? Ga weg, walkers, ga weg! Nee! Ik heb al verloren, denk ik. Oh nee, ik leef nog. Ik leef nog. Weg. Paf, oeh. Nutshot. Oh, ik ben dood. Ik heb verloren. Hij had nutshot. Ja. Was het geen vrouw, die zombie? Jawel. Is Dixon. Is dat niet een penetrating shot? Hey, Daryl. Ik ken de serie niet. Haha, leuk. Ik ook niet. Echt, die serie is zo goed, mensen. Als je deze serie kan kijken, kijk die serie. Nee. Maar wanneer en hoe en wat en hoe. Ik voel me dat elke keer ook heel goed. Waarom kan ik de stemmen van Aniel en Alex niet uit elkaar halen? Dat is echt heel irritant. Ze hebben twee heel verschillende stemmen, echt. Aniel, jij moet... Alex, het ligt allemaal aan jou. Aniel, jij moet echt met Turks gaan praten, want niemand mag jou op zijn Nederlands. Nee. Stefan. Hij heeft gelijk. Ga eens even met zo praten. Van, ah, wat is met jou? Ah, zimmer. Nee. Zo, doe alsof je stem heel vaak overslaat. Zo'n manier. Ja, maar als ik bijvoorbeeld ga met muziek bijvoorbeeld op school, dan ben ik, dan moet je ook op een gegeven moment gaan zingen en daar slaat mijn stem altijd over. Wat, omdat je alcohol drinkt? Zeg dat nou. Stefan toch? Dat is jammer. Wat? Zo boos is Daryl op Dixon. Dick. Continue. Oké, nou moet ik even van alles oppakken. Oh, nee, die. Press Y. Er zitten namelijk hier een paar collectibles, dat weet ik wel. Ik heb namelijk een... cheater. De PC-versie geprobeerd te doen van deze game. Maar die crashte. Uiteindelijk geen zin meer in. Toen ik echt een vet lang stuk overnieuw en toen zei ik van, krijg het tyfus maar een game. Piraat. Nee, ja. Wij zijn piraten. Jaar, haar. Piraat, Piet, piraat, schep. Hoi. Wie gaat er nou domme piratenliedjes zingen als je Piet Piraat kan zingen? Oh. Het voelt alsof ik dronken ben in deze game, maar het geeft me. De Wii U is een achterhaalde console. Ja, wie kan dat ook op? Ik ben Daryl, hou je bek, ik ben Daryl. Daryl, hey, motherfucking Dixon. Hou je bek, gast, ga niet zo tegen me praten, sukkel. Vermoord die gast. Nee, dat kan niet. Semmer, hou je mond. Hoezo kan dat niet? Omdat je Semmer bent. Nee, hoezo kan dat niet? Oh, hey, hey, wat? Ik wil zo nog een volger. Oh, hey. Oh, dit is handig. Maar dit is handig. Ik kan gewoon op mijn touchscreen alles zien wat ik nodig ben, joh. Dat is handig. Alles een zien wat ik nodig ben? Ja, Stijn, hou je mond. Niemand mag jou. Stan, die retweet van jou is wel geniaal hoor. Miley Cyrus, we can't work. Ja, dat is mijn bro, die Dennis. Klasgenoot. Gast. Ik heb geen bro. Oh, wat doet hij? Hallo, doe het even niet. Denk ik, nou, ik had een bro, maar die zit in de leeftijd. Waar is de knop voor? Oh nee, ik wil niks droppen. Nou. De Wii U is een... achterhaalde console, heel fijn voor je Niels, ik vind de Wii U vet. Dat zei ik 5 seconden geleden ook. Echt? Ja. Sorry, ik ben hier naar jullie aan het luisteren, ik ben zo gefocust op deze game. Wow, die game is ook zo moeilijk, weet je. Oké. Laten we met z'n drieën opvangen. Oké, wat moet ik doen? Gather fuel. Moet ik hier langs? Denk dan. Ja, Box. Eigenlijk zouden we nu gewoon Stefan moeten achterlaten. En dan zeggen van, nee, mensen gaan niet weg. Nou, dat is toch gewoon met de stream, kom uit schelen, weet je. Nee, als wij weggaan. Hey, een walker. Oh, ik heb hot toch Art. Oh, wacht even, stop. Ik moet even weten welke mijn R-knop is. Dat is mijn R-knop, oké. Okay. Oh, even. Wat? Hoppatee. Oké. Okay. Zullen jullie echt weggaan? Nee. Oh, ik dacht al. Stijn dan, Stijn. Stijn, broertje. Oh, kijk, hey. Stijn is er nog in de call. Stijn, ik mis je.
Haha, ga dood, bitch! Pats! Nou, dat vind ik niet aardig, Fanya. Pats! Kijk hoe ik dat hoofd kan verbouwen dan! Oh, yes. Oh, nou moet ik de stream wel even aanzetten. Ja, dat is heel te laat. Okay. Wat zijn er zoveel latex op de huid? Wat latex op de huid? Oh, hey, kijk, een zombie. Hallo, zombie, meneer. Pats, dood. Nee, execute snel. Oh, gelukkig, het gaat net goed. Het gaat ook maar net goed, mensen. De spanning is om te snijden hier. Oeh, The Walking Dead Survival Instinct is trouwens helemaal niet zo eng, denk ik. Ik heb hem de L niet uit. Ik heb een tijdje geleden heb ik hem gespeeld. En toen was hij toch wel pittig eng, hoor. Ja, maar dan ga jij helemaal in je broek pissen als je Dead Space gaat spelen. Je gaat zelf Dead Space spelen. Ik speel al Dead Space. Wacht, speelt Alex nog Dead Space of Anil? Wat? Dat was Anil. Fuck. Oké, dan is het goed. Die stemmen zijn zo verschillend. Hou op hetzelfde te klinken. Hè, Stijn, waarom klik je als Anil? Pats! Ga dood! Ga dood! Zombie! Wel een hoge moeilijkheidsgraad in deze game, zeg. Wat de fuck doe je? Dead Space 1 is veel moeilijker. Ik heb Dead Space 1 en Dead Space 3. Ja, maar die speel je nooit. Dat klopt. Ik heb eigenlijk nog geen één Origin game gespeeld. Ik heb ze alleen geactiveerd en toen geïnstalleerd en toen heb ik niks mee gedaan. Ja, hallo, dan kun je net zo goed aan mij geven. Ik ga ze nog eens spelen, ik weet nog niet wanneer. Oh kijk, hey, flesjes. Dit is een goed idee. Daar moet je stealthy gaan doen. Ja, ik weet het. Flesjes. Oh, weg! Nee, daar! Fuck, waar is mijn hamer? Ik ben heel stealthy aan het doen, je hebt het niet door. Jemig, hoe ver kan je een fles gooien? Oh, nee, die. Alsjeblieft, dankjewel. Ze zien er echt goed uit, die zombies. Nee, serieus, die zombies hebben ze ook niet allemaal verschillende... gezicht gegeven, hoor. Nee, weet je, alle mannen zien er zo uit, alle vrouwen zien er zo uit. Dat is toch fucking logisch, dat is niet zo raar. Nee, volgens mij... Zombies hebben geen gezichten, man. Oh, dit kan fout aflopen. Verschillende mannen die verschillende vrouwen hebben. Kijk hoe dom die zombies zijn dan, teringlaaiers. Oh nee, niet doodgaan, Daryl Dixon. Hey, wat een grapple. Aim at the walker's head and press to the... ZR, welke is dat? Wat is die? Oh, nee, pakken, ja! Next, please. Oh, dat was overduidelijk raak, maar dat geeft niet. Oké, dan, dit gaat lekker, mensen. Hoppatee, hey, dat zag gelijk als een Downy. Hé, wat is Daniel in de game? Nee, man. Daniel is geen Downy. Oké, we hebben... Ah, dat was vies, Wacht, waarom... Oh, ik ga zeker niet automatisch health regenerate, of wel? Nee, dat dacht ik al wel. Het is geen Deadpool. No man. Het is The Walking Dead Survival Instinct. Het maakt geen reet uit wat je doet. Okay. Deadpool, bro. Ik hoor nog een zombie, maar ik zie hem niet. Misschien moet ik wat meer op deze ton slaan. What the fuck? Serieus, het gaat niet om dingen slaan. Het gaat toch om wat je ermee doet. Het gaat toch om winnen, doe niet zo raar. Wacht, zei Anil dat of zei... Grapje. Oké, kijk, nou weet ik wel wat ik moet doen. Ik moet die pakken. En dan daarin gooien. Oké, chill walkers in de verte. Best wel obvious, man. Ja, en ik moet... Sorry, ik zie het niet. Nintendo graphics en zo. Call of Duty is veel beter. Als die kutbeest nou eens even oprotten. Oh, voor heeft eentje gezien. Nee, nog niet. Renna. Weet je wat ik vind? Voor Nintendo consoles moet je alleen Nintendo games halen. I. Nice! Eerste level gehaald. Oké, dan. Zo, dat was echt moeilijk. Oké. Waar wil ik heen? Dat is de vraag. Ik kan maar één ding selecteren, dus... Of niet? Ja. Oké, nou dan wil ik daarheen als ik... Oh, wacht.
Oh, kijk. Chance to break down. Ik hoop echt dat je doodgaat. Oké, okay, gaan we de backroads doen? The streets of the highways? De eerste die het zegt in de chat, behalve de street. Mensen die in het gesprek zitten, die kiezen de streets. Zei Alex, oké. Oh nee, wacht, waar de chance of breakdown hoog is. Ik heb de streets al gekozen, man, sorry. Ik hoop echt dat je op zo'n plek waar allemaal zombieblokkades zit, en dat je daar komt. Hallo. Hoi. Hallo. Hey, wie zijn jullie? Ik ben Stefan. Ik ben trouwens, lieve thumbnail-nummeraar, van deze serie heb ik al een thumbnail en ik heb al de eerste 6 genummerd, dus... Jij? Ja. Ben ik nou vervangen? Nee, ik had het over jou. Tenzij jij niet aan nieuw bent. Maar... Ik ben aan nieuw. Nee, dat was goed. Niks tegen Alex of zo, Alex. Ik vind je wel een leuke jongen. En lief en charmant en knap, maar... Wat? Je hebt me nog... Kunnen we nou eens even een beetje doorscheuren? Want ik wil weer spelen. Kan jij nou een keertje... of ben ik wat fout aan doen misschien, dat hij... Met Steven, kom je ook wel eens naar de YouTube gathering dan? Ja, is goed. Oh, kijk, zwart beeld. Dat vind ik altijd fijn. Yes. Wat? Waar ben ik? Ergens. Nou, op de straat, weet je. Je bent een kind van de straat, weet je. Oké. Oké, jij? Select. Oké. Stefan. Ik wil hem een wapen geven, een hamer. Wat leuk dat ze even anders verwacht. Wat ben is ik er? De enige die nu met zijn tepels aan het spelen is? Wat? Ja. Alex. Even kijken hoor. Find fuel. Wat, Alex, waarom speel je met je tepels? Dat zeg je toch niet? Ja, Alex. Oké, dat gaat hij doen. Of heb ik dat al? Ja. Oké. Verder wil ik dit mes graag hebben. Nog niet. Wat? Nee, de verkeerde... ik wil alsjeblieft eventjes de fuel in de vehicle laten. En... Dat was het, de rest neem ik mee. Oké, en dan wil ik nu gaan verder. Cool, man. Hey, skip. Dat is een leuk knopje. Oké. Ben ik weer. Ik vind het eng. Eigenlijk hallo, ben ik niet meer. Klop, klop. Wie is daar? Een zombie. Zombie wie? Nee, zombie you. Oh, dat is een ander spel. Misschien als ik op auto's ga springen? Nee, dat weet ik dus niet. Oké. Ik vind, hallo zombie, of leef je niet? Nee, jij bent dood. Hallo, lig je lekker te slapen? Je mag niet met de dood spotten, daar zijn mensen aan dood gegaan. Je hebt gelijk, sorry. Heb ik ook een flashlight of niet? Je mag niet met golen roepen, mensen gaan de dood aan. Oh wacht, je mag niet met terroristen roepen, mensen gaan de dood aan. Oh vet, ik heb een flashlight, kijk dan jongens. Een flashlight met een E? Ik heb ook een flashlight, Wacht even, is de flashlight met een A of een E? Weet ik veel, kan je uitschrijven. Weet je wat een E en weet je wat mijn E is? Ik wil het niet eens weten, vieze Rick. Oké. Stefan, had ik al gesteld dat mijn Nederlands lerares op Patty Bracht lijkt. Wat? Vraag een handtekening. Het is gewoon een kloon van Patty Bracht. Vraag een handtekening, zeg dat ik een groot fan ben. Trouwens, neem je dit op? Of ik ben het aan het opnemen, ja. Ik ga het ook uploaden, ja. Dit, oké. Dan heb ik een leuk verhaal. Vertel. Nou, ik was dus laatst in de Lidl. Ik moest wat halen voor mijn moeder. En dan moest je door de margarine gaan halen. En dan wist ik niet waar de margarine zit. Dus heb je daar zo'n Lidl medewerkster. En die zag er wel goed uit, weet je. En dan vraag ik zo van, waar kan ik de margarine vinden? En dan in één keer met zo'n petty broodstem zoals jij hebt verteld. Zo'n ja, achter de raam daar. Ja, daarachter. Maar dat was een meisje van 15, 16. Echt, zo geile stem. Stefan.
Nou, daar krijg ik wel stijver van als er zo'n zin nou toe komt. Hey, die broek is uit! Hey, zal ik je pijpen? Ja, maar zo was haar stem dus gewoon echt. En dat soort mensen werken dus bij de Lidl. Ja, wat had je nou verwacht? Nou, weet je, aangezien ze dus hoe ze eruit zag, misschien een hoge stem. Weet je, een Stijnstem. Oh, nou heb ik geen flauw idee wat ik moet doen. Ah, dan druk ik maar op skip, weet toch niet. Ik nam een keer de telefoon op, was zo'n iets van een bedrijfachtig iets. En dacht, mevrouw, is je vader ook thuis? lol, wat? Oké. Okay. Ik dacht dat Stijn een vrouw was. Oké. Okay. Jongens, hebben jullie gezien wat ik moest doen? Nee, ik kijk je stream niet. Mooi, ik heb het ook niet gezien. Ik denk dat ik hier op moet springen. Ik zit in Minecraft. Minecraft. Ja, yes, ik wil ook Minecraften. Hey. Zullen we samen gaan Minecraften? Ja, ik ben bezig met de lobby. Oh. Oké, hier zal vast geen zombie zitten. Die gast daar is vast geen zombie. Werf van niet. Ah! Oh ah! Hey, wat nou? Kom hier dan. Twerk lines. Ik heb mijn moeder uitgelegd wat twerk is. Ze zei van, oh ja, dat deed... dat deden ze vroeger ook al. In Turkije kennelijk. Replay song names with twerk. En twerk lines. En toen ging je moeder tegen je piemel schuren? Wat? Nee. Jammer. Wat? Jongens, ik ben bang eigenlijk. Wel, dat je niet met, als je niets meer met je moeder kan doen. Die deur even dicht. Lol, Steven is bang. Ja, gay. Oké, maar het is ook een goed moment om de livestream te stoppen en te gaan douchen. Dus, nee, even, ik vind het echt niet meer leuk. Ik weet dat er zo meteen echt een vet van zombies op je afkomen namelijk. Het is The Walking Dead, maar er is echt niks engs aan. Hi back, je moeder is niet eng. Stefan, hi back. Ik had dat tegen Alex, of tegen Anil. Wat nog, hi back. Ga dood! Ik wil wel eens een Let's Race ooit doen met Stefan, weet je wanneer we dan Let's Race gaan spelen. Kijk hoe Stefan helemaal naar het dak gaat. Ik ben dus niet bang hoor. Je wou toch dat ik een horror game ging spelen? Nou, ik ben er nu aan het spelen. Dat is niet echt een horror. Dit is geen horror game. Hi back, dit is een first person shooter. Dit is bijna net zo cool als de COD Black Ops. Oh shit, dat schrok ik echt. Ja, maar jij schrikt ook van Mario. Serieus, schrok je daar al van? Ja, daar schrok ik echt van. Dat was een oprechte, echte schrik. Wauw. Wat is aan dit spel eng? Omdat hij er opeens stond en dingen begon te slopen. Klinkt net zoals mijn moeder. Oké, okay, ik weet niet zo goed of ik wel verder wil. Ja, ga verder. Ga vappen. Oké, okay, maar dan heel voorzichtig. Mijn zaklamp uit, want daar staat er eentje. Die ga ik in zijn rug huffen. Let op hoor. Pats! Nee! Execute de gek! Waarom sla je hem? Wat ben je een mogol? Echt, ben jij dat, hè? Er is niks mis met mogolen. Jawel, ze zijn mogolies. Okay. Ik kan gewoon hier staan. En kijk, hé, daar is er nog een. Ik zag geen een bewegen. Ik zag geen duister een. Kijk, ik schijn licht op hem. Misschien ziet hij me dan. Ik ga SOS naar hem, Sina. Hallo, waar ga je heen? Kom eens hier! Waarom weet je hoe je SOS moet zijn? Dat weet toch iedereen? Nee. Wat? Wat een stomme... Ja. Ik weet hoe je moet twerken, dat is wel goed. Dit is heel raar, ik hoor het nu wel, maar ik zie hem niet. Ik kan het ook niet, maar twerk is twerk, toch? Ik bedoel, we kunnen allemaal... Jongens... We kunnen allemaal beter twerken dan Miley Cyrus. Nee. Jongens, back me up here. Er is er eentje, maar ik zie hem niet meer. Ja, ik weet niet wat hij deed. Ja, wat? That's what she said. Jongens, help me. Ik vind het eng. Oké, weg hier. Stop dan. En bedankt voor het kijken naar deze livestream. Tot de volgende keer weer. Doei! Ja, iedereen... Wat? Oh, oh nee! Waar komt die opeens vandaan? Wat is dit voor spel? Ga weg, alsjeblieft. Oh, waar komt die opeens vandaan? Waarom doen ze dit? Serieus? Die komt van buiten. Natuurlijk komt die... Straks gaat hij nog, straks wordt hij nog bang voor Minecraft zombies.
Oké, ik heb hier nog een voor bij een Minecraft race. Van Stefan. Ik heb het onder controle, jongens. Nee, het is een zombie. Ah, nee, het is een creeper. Ah, nee, mijn stem staat over zodat ik lijk op een 8 jaar. Is die levend? Nee, die is dood. Oké, gelukkig. Pak jou een nieuw. Ik moet ook nog in de puberteit raken, bro. Qua stem. Ja. Hé, wat? Jou kan ik hebben. Als je in de puberteit komt, dan weet je eindelijk waarom fappen ideaal is. Dan ga je eindelijk je piemel gebruiken voor andere dingen dan plassen. Ja, je gaat hem in sleutel gaan, je kan hem gebruiken om auto's mee te hotwiren. Oké. Ik zie daar 2 zombies staan, maar ik heb geen flesjes meer om ze weg te lokken. Nou, er zijn wel meer dan 2 zombies. Weet je wat, ik bedoel, wie gebruikt tegenwoordig nou een schroefdraaier als je ook je penis kan gebruiken? Oh, als je even wil, ja, dank je. Ja, terug, daar hebben we geen penis. Hier, kom eens hier. Jawel. Oh, nice. Wat is dat? Oh, heeft hij hem al gezien? Ja, hij heeft hem al gezien. Komt hij hoor. Komt hij. In één keer op zijn gezicht. Opletten. Pats. Pats. Nog één keer. Stop de billetjes. Pats. Ik ga zijn billetjes niet opzoeken. Het is een zombie. Ik denk dat hij mijn piemel eraf bijt als ik hem aan. Oh, hey, waarom staat hij daar? Haha, nee. Kopie, execute hoor, let op. Oh, waarom execute je hem niet in één keer? Nee. Het is een Wii U, hè. Daar kan je niet altijd van verwachten. Natuurlijk wel. Oh, misschien druk ik ook op steeds op de verkeerde knop. Dat kan ook Stefan. Het ziet er echt mooi uit, hè, die zombies. Okay. Ja, vooral de tits. Wie wil dat dan niet? Mister. Miley. Oké. Okay. Ik ga gewoon benzine halen, ik ga de andere mensen niet redden. Oh, bel gaat. Dat is al terug. Oké, heeft hij maar pauze gezet? Nee. Even een moment van zelfpromotie, hoor. Oh, jawel. Oh, wel. Die stream loopt echt achter. Nee, ja. nu moet je juist jezelf gaan promoten, omdat Stefan het toch niet hoort. Hallo, daar van Jude's Clan of Fusion Stein. Jullie moesten op mij abonneren voor een Saints Row giveaway, maar daar zijn we te lui voor. En poep. Wat Saints Row mag jij mij geven? Nee, die gaan we nog een keer weggeven. Ja, hallo, hoe kan ik anders Nienke hosselen? Wat? Kijk dan, heb je ooit Nienke's team gezien? Die speelt alleen maar Saints Row 3. Weet je? Als ik gewoon bij haar in de lobby kom wezen, dan kan ik het blijven slaan met de penetrate. Tot ze zegt van, ja, ik snap het. Weet je? Maar ik ben de enige die mezelf heeft gepromoot. Ja, ik ben de Turk. Ik ben de thumbnail nummer van Sletjes Koning Stefan. Weet je, volg me maar op Twitter. Gooi op kangeroe. Ik word heel vaak geretweet door Rick Broers. Dus ja, dan zie je me vast wel een keer in je TL voorkomen. Oh ja, en ik hou van Barbie spellen. Ik speel super veel Barbie spelletjes. Fuck. Wat, vind je het raar dat ik Barbie games speel? Nee, apart. Nou, weet je wat het is? Ik heb 16 abonnees nu en mijn Barbie video, deel 1, die heeft meer dan 50 views. Nice. Nice. Dat vind ik wel raar, weet je. De meeste video's die hebben maximaal 10 views, heb je in één keer 2 delen Barbie, totaal 75 views. Dat straalt er wel een beetje uit. Ik denk dat mensen Barbie wel leuk vinden. Ik kom er zo weer aan, maar ik stop hier wel even de stream.